zo verliefd. Daarna doodsbenauwd. Ik stond onder druk van bedreigingen en de schaamte was groot. Het was een van de ergste dingen die ik heb gedaan in mijn leven. Maar met gevaar voor eigen leven ben ik ontsnapt. 1320 Nederlandse minderjarige meisjes worden jaarlijks seksueel uitgebuit. 145 van hen komen maar in beeld. Als hij me soms niet sloeg, vroeg ik me af of hij nog wel van me hield. Loverboy, die naam heeft iets heel liefdevols. Maar in feite is het niks meer of minder dan een mensenhandelaar. De slachtoffers van Loverboys, die worden uitgebuit, leven onder de radar, weggestopt. Maak ze alsjeblieft zichtbaar. Meld bij Watch Nederland. Iemand dwingen om seks te hebben tegen zijn wil is strafbaar. En bovendien ontzettend schadelijk. Ik werkte 16 uur per dag, 7 dagen per week. Zwaar werk en weinig salaris. Mensenhandel is de snelst groeiende vorm van criminaliteit. Wereldwijd worden jongens en meisjes, mannen en vrouwen verkocht en uitgebuit. Fairtrade gaat niet alleen over verre landen. Ook in Nederland werken mensen onder mensonterende omstandigheden. In mijn contract stond dat ik 8 uur per dag moest werken. In werkelijkheid moest ik 12 tot 16 uur werken om genoeg champignons te plukken. Ik werd betaald per kilo, niet per uur. Ik zag de hele dag klanten in de winkel, maar ik durfde niets tegen ze te zeggen. Niemand zag dat ik als slaaf behandeld werd. Uitbuiting kan vlak onder je neus gebeuren. Slachtoffers zijn vaak niet bij machten om zelf iets aan hun situatie te veranderen. Door een taalbarrière, omdat ze hun rechten niet kennen, of omdat ze onder druk staan van hun uitbuiters. Mensenhandel is dichterbij dan je denkt. Wees niet blind en kom in actie.